Dinsdagavond hebben vandalen een PostNL brievenbus opgeblazen aan de Mildenburg in Sterrenburg. De brievenbus en zeker twee auto's raakten daarbij beschadigd. Bij een van de auto's vloog een deel van de brievenbus door de voorruit. Ook raakte het dak behoorlijk beschadigd. De auto staat inmiddels bij de garage om de ruit te vervangen en het dak uit te deuken en opnieuw te spuiten. De poststukken die in de brievenbus zaten zijn kapot en weggegooid. Op 30 december sluit PostNL alle brievenbussen in het land af. Op 2 januari worden ze weer geopend. Hiermee hoopt het postbedrijf dat de schade toch beperkt blijft. De vernielde brievenbus wordt tussen 4 en 7 januari vervangen.